Morgenavond keert komiek Henk Rijkaard terug naar zijn roots in Zomergem. In de turnzaal van het Sint Ludgardis brengt hij zijn nieuwste voorstelling, Het Experiment. En dat in het instituut waar hij zelf nog school liep. Ah ja, voilà. Kijk, hier in deze klas heb ik nog muziekschool gevolgd. Piano. En kijk, de piano staat hier ook. Dat was geen vleugel in onze tijd. Dat was een kastpiano, buffetpiano. En ik deed heel graag piano, maar ik moest daar notenleer bij volgen. En dat was niet mijn best. Het lag aan de juffrouw. Het was juffrouw Trudy. En die had ook altijd disco-schoenen aan, met van die plateauzolen, echt dikke plateauzolen. En daarmee, en daar zo'n heel een dikke bril ook. Maar met die plateauzolen gaf ze ook altijd zo stampend het ritme van de muziek aan. Ze van, volg het ritme van de muziek, en la 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 la, la la la. Echt super, ook altijd op mijn kaps van, Rijkaard, stop daarmee, oh. Daardoor ben ik eigenlijk gestopt met de muziekschool. Maar ze heeft mij wel geïnspireerd om een eigen piano concerto te creëren. En dat heet Migraine in C groot. Als je dat dus lang doet, dan krijg je ook migraine. Mijn allereerste podiumervaring heb ik hier opgedaan, op dit podium. Zelfs denk ik ongeveer in hetzelfde decor. En dat was voor de Toneelbond Kunst Veredeld. En dat is het amateur toneelgezelschap van Zomergem, nu nog denk ik. En ik moest een jongetje spelen met tandpijn. En dan mijn mama, dus mijn fictieve mama van in toneel, zei toen van, och hier meneer de paardenmeester, kun je dat ventje niet helpen, want gul zijn muil is te dikke. En mijn intelligente repliek daarop was, ja. Maar de mensen moesten er blijkbaar heel hard mee lachen en daar is eigenlijk denk ik een beetje mijn comedy carrière begonnen. En het is wel tof om morgen, hè, morgen dan hier op ditzelfde podium terug de mensen van Zomergem te doen lachen. Kijk er wel naar uit.